Mijn naam is Pieter Knobben. Maar wie is Pieter Knobben? Nou, ik dus. En waar kom ik vandaan? En wat is mijn doel? Ik ben geboren in Eindhoven in 1949. En daar ben ik opgegroeid. En daarna heb ik Eindhoven verlaten en ben ik de wijde wereld ingegaan. Ik heb een missie. Ik heb een doel. Ik ben gestart in de heraldiek. Ik ben uit gaan zoeken waar mijn voorouders vandaan kwamen. Niet alleen mijn opa en oma, en mijn vader en moeder, maar daarvoor. En ik ben uitgekomen in het jaar 1209. In Luzern. Van oorsprong ben ik afkomstig van de oude Zwitserse adel. Niet dat ik me nou zo adellijk voel, maar ik ben het wel. Ik heb een bijzonder beroep. Maar dat hadden mijn voorouders ook. Dat heb ik ontdekt doordat ik een studie heb gedaan en in het verleden ben gedoken. Mijn voorouders hadden allemaal een opleiding rechten. Mijn voorouders waren rechter, advocaat, sequestoren. Ik ben ook een sequestor. En ze behartigden de belangen van ondernemingen. Ze werden aangesteld door rechtbanken als beheerder van in pand gegeven goederen. Een moeilijk woord. Dat doe ik nog steeds. Ik behartig de belangen van ondernemingen. Ik adviseer ondernemingen. Niet alleen in Nederland, verder buiten. Ik spreek mijn talen. Ik ben goed opgeleid. Ik heb 45 jaar ervaring. En van die 45 jaar heb ik meer dan 20 jaar de wereld rondgereisd. Niet omdat ik op vakantie ging, maar om problemen op te lossen. Problemen oplossen die een ondernemer zelf niet opgelost kreeg, om welke reden ook. Onderhandelingen die waren vastgelopen. Ik trek vastgelopen problemen weer los. En hoe doe ik dat? Ik ben een onderhandelaar. Ik weet mijn plaats. En ik weet de juiste toon aan te slaan. En dan zult u zeggen, ja, maar dan bent u toch niet de enige? Nee. Maar op mijn vakgebied ben ik een expert. Ik los problemen echt op. En met problemen oplossen bedoel ik uitroeien tot aan de wortel. En niet verplaatsen. Nou, ik heb een beroep dat niet zo populair is. Ik ben met regelmaat in het nieuws. Ik voer handelingen uit waar andere mensen niet altijd gelukkig van worden. Maar ja, ik heb een opdrachtgever en zijn belang staat bij mij altijd voorop. Ik dien waarheidsgetrouw wat mij wordt opgedragen. Ik breng verslag uit. Ik ben recht door zee. Ik ben niet het type om fratsen mee uit te halen. Dat probeert men wel eens. En dat heeft men ook wel eens geprobeerd in het leden. En dan was ik erg naïef, laat ik dat vooropstellen. Maar over het algemeen, als u met mij te maken heeft, dan weet u dat u mij kunt vertrouwen. Want vertrouwen is het belangrijkste in mijn leven wat er bestaat. Niet alleen in mijn leven, ook van mijn voorouders. De oude Zwitserse adel. Mensen waar je op kan bouwen. Mensen waar je van op aan kan. Afspraak is afspraak. En die moet je nooit beschamen. En dat ben ik. Een man van mijn woord. Recht door zee. Die zegt waar het op staat. En waar je van op aan kan. Vind ze maar eens.